We moeten natuurlijk eerlijk zijn. Als je teruggaat in onze eigen geschiedenis, dan was in katholieke kringen en in gereformeerde kringen was er ook veel weerstand tegen homoseksuelen. Maar we hebben die groepen in korte tijd kunnen leren dat acceptatie voor iedereen fijn is. En dat niemand erop achteruit gaat. Dat zou je met islamitische mensen ook kunnen doen. Als je kijkt in de Arabische cultuur, in de literatuur uit die landen, daar werd al over homoseksualiteit geschreven, ver voordat bij ons Gerard Reve erover begon. Dus het bestaat en het werd zelfs verheerlijkt. Laat dat aan jonge mensen zien. Laat zien dat niet iedereen in hun eigen kring er zo over denkt. Vaak is een mededeling uit eigen kring veel behulpzamer dan wanneer wij ze vertellen, je moet dit, je moet dat. Henk, hoe gaan we toe naar een oplossing voor dit probleem? Zorgen dat we dingen bij de naam durven noemen. Als iets uit een bepaalde kring komt, benoem het dan ook. En zorg dat je daar mensen de mogelijkheid geeft om er overheen te groeien. Dat is met gereformeerden gelukt, dat is met katholieken gelukt. Dat kan met islamieten ook lukken, maar dan moeten we ze niet apart zetten. Dan moeten we zeggen, jongens, bij jullie zit er wat fout. En dat nemen we je niet kwalijk, maar je moet het wel oplossen. Het moet niet over een aantal jaren nog precies zo zijn. Want jij leeft hier in Nederland. Ja, precies. Een land waar we vrijheid kennen. Ja. Een land waar we mensen het gunnen om zichzelf te zijn. Dat is ook in jouw voordeel. Maar als zo iemand, stel we doen dat en we gaan dan naar moskeeën, dan zeggen die mensen in die moskee van ja, maar wij willen ook graag onszelf zijn. En dit is onze religie. Wat zeggen we dan tegen die mensen? Dat recht hebben ze ook. Maar als iemand zich niet wil aanpassen aan onze cultuur, dan moet je hem ook dringend adviseren om niet in deze cultuur verder te gaan. Ja.